Midzomer 2013. Onze kinderen zijn eindelijk het huis uit voor een of andere zomerkamp. Wij zochten er eentje op, namelijk Musical Camp van Mark Ramakers. Eye-opener bezorgd vanochtend? Ja, wel door bepaalde dingen te zeggen waar je dan zelf eigenlijk niet over na hebt gedacht. Ja. En daardoor ga je wel beter nadenken over de tekst. Voorbeeld? Nou, ik zong Mag ik dan bij jou van Claudia de Vrij. En in het begin zijn het een soort opsommingen. En die moest je echt per voorbeeld moet je het echt beleven en niet gewoon maar uitspreken en zeggen. Dat zul je nooit meer vergeten. Nee. Ik ben boos op jezelf, schat. Okay. Jij zit aan noten te denken. Ophouden die noten. Tegenkleuren. Tegenkleuren. Ik ken alleen maar histor-kleuren. Wat is tegenkleuren? Als je een verhaal vertelt, dan denk ik, oh, wat is het erg. Dan heeft iedereen van, ja. Maar als je het licht vertelt en... Ja, vertelt inderdaad, gewoon licht. Dan krijgen mensen weer medelijden met je, omdat je dan... Je pakt het niet zo zwaar op, zeg maar. Ja, een beetje met een lach zingen. Ja, zoiets. Ja. Nou, ik heb 2,5 dag Musical Camp in één keer ben ingehaald. Ja, graag gedaan. Ga in wat je vertelt, ga in wat je zegt. Je haat jezelf eigenlijk. Je wil zo graag door met je leven. Maar dan komt hij weer, die lul die je bedrogen heeft. Dan sta je niet zo te zien. Ik zeg niet, die lul die me bedrogen heeft. Dat zeg ik niet. Daar word ik zo boos van. Ik ben zo boos omdat hij me bedrogen heeft. Nee, als je boos bent. Een bekend tafereel. Afwassen, ja. Ja. Leuk, hè? Dat heb je iemand meegenomen, te gek. Geweldig. Guus, wat brengt jou voor de hoeveelste keer naar Musical Camp? Ik ook. Nee, ik denk dat het gewoon... Ja, wat is het? Nou, ik denk dat het steeds weer die familie is waar je toch weer steeds naar terug wil keren. Ja. Ik blijf het zeggen bij jou, maar ik kan gewoon niks anders... Ja. Maar die familie heeft wel steeds weer nieuwe neefjes en nichtjes. Ja, als je het zo zegt, is het wel zo. Ja, maar toch, als je hier weer terugkomt, is het altijd wel thuiskomen. Wat wilde je hier doen toen je je opgaf? Nou, vooral veel leren. En want ik hou altijd van mensen die ook van musicals houden. En als je dan op een kamp bent, allemaal mensen die ook van musicals houden, is dat wel heel leuk. Je bent hier natuurlijk ook lessen aan het volgen. Heeft dat tot nu toe al zin gehad? Ja, tuurlijk heeft dat zin, want ik heb op school natuurlijk vaste docenten. En hier tref je altijd weer andere mensen die een ander standpunt hebben. En daar leer je gewoon gelijk heel veel van. Is dit jouw eerste keer? Ja. En hoe kwam jij op het idee om je bij Musical Camp op te geven? Van mensen die vorig jaar al geweest zijn. En die ken ik. En dan en die vertelden dat het heel leuk was. Ik denk, nou, ga ik dit jaar ook mee? Ja. En nu, na 2 dagen, hadden ze gelijk? Ja, zeker weten. Noem eens een voorbeeld van een nieuw standpunt. Nou, bijvoorbeeld Pieter, die spel geeft hier op kamp. Piet wie? Pieter van Boort. De achternaam erbij zeggen. Maar die wil echt dat je werkt vanuit je impuls. En wat er gebeurt, laat maar gebeuren. En bij mij op school is er gewoon ook wel een docent. Die gewoon heeft echt een ding in zijn hoofd. En die wil ook dat jij het zo speelt. En dat is wel echt iets anders. Wat wel verschillende ingangen zijn. En dat vind ik wel heel fijn om mee te maken.
Je bent inmiddels recidivist bij Mark Raamakers en... Wat zei ik? Recidivist, je komt maar steeds terug. Ah, ja, ja, ik ben een beetje hardnekkig, ja. Wat geeft het jou nu nog, deze zomer? Nou, ik geef deze zomer voor het eerst staging, want de andere jaar gaf ik tekstinterpretatie. Dus dat vind ik wel heel leuk, want dat is eigenlijk wel mijn eerste liefde. Ik ben begonnen als danseres en ik heb op school ook mij wel gespecialiseerd in musical staging. Dus ik vond het heel leuk dat, nou ja, dat maakt me daarvoor vroeg nu om dat eens een keertje te gaan doen. Staging is eigenlijk alles wat beweegt wat geen dans is. Je moet de groepen neerzetten, je moet het verhaal vertellen in feite. Dus ja, ik ga met hun proberen te ontdekken waar het nu precies over gaat en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen overbrengen. Ja. Dus het is het fysieke gedeelte van de tekstinterpretatie, ja. Dat is eigenlijk staging. Juist degene die voor het nageslacht horen te zorgen zijn verbannen naar de diepste diepte van de liefde. Wat een zin. Verbannen naar de diepste diepten. Dat staat hier. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn bezig met onze EP, de laatste puntjes op de i te zetten. Afkorting, hè? Wat is... Eigen productie. Jullie moeten hier een eigen productie maken. Ja, aan het eind van de week moeten we een productie maken over een thema dat we op de eerste dag hebben gekregen. Je moet zelf je eigen musical in elkaar zetten eigenlijk van 20 minuten. En we hebben dan een thema gekregen en daaromheen mag je je eigen verhaaltje bouwen eigenlijk. Mm. Welk thema hebben jullie toebedeeld gekregen? We hebben het thema liefde. Oh, ja. Dat verrast me. Dat dachten wij ook. Ja. Omdat je er juist zoveel mee kan, hebben we het gedestilleerd tot speeddaten. En als hoofdboodschap hebben we op zoek naar de ware liefde. Worden jullie daarin begeleid? Ja, elk uur of elke dag heb je een uur dat je aan je EP werkt. En altijd zijn er wel docenten in de buurt die je daarbij kunnen begeleiden. Ten slotte, wat is de titel van jullie eigen productie? Dat is een hele goede vraag, want die hebben we nog niet. Dat schiet me niet te binnen. We hebben nog geen titels. Nee. Nou, dat wordt iets later naar bed gaan. Dat wordt weer een uur of twee vanavond. Je zou denken dat hier allemaal prille meisjes en jongens naar camp gaan. Maar jou heb ik al gezien. Jij hebt een bekend gezicht. Ja, ik heb in musicals gespeeld. Welke was je laatste ervaring? Mijn laatste ervaring was Annie. En daar was ik een van de weesmeisjes. Annie, dat was een van de betere producties afgelopen seizoen. Ja. Daar heb jij dan aan meegewerkt, Noes. Ja, soms is het nog steeds niet te bevatten. Ik ben zelf meer van het acteren en niet eigenlijk een echte musical figuur. Dus ja, maar in zang ben je ook aan het acteren en in dans ben je ook aan het acteren. Dus daar probeer ik het meeste in mee te pikken en mee te nemen in mijn werk. Wat leer jij hier nog? Zoveel. Er zijn zoveel mensen die me meer kunnen bijbrengen. Ja? Ja. Nou, bij Annie was het altijd een beetje vrolijke huppeldansen. Ik ben zo blij. Ja, dan vaak. Ja. En, dat is geen Spring Awakening, hè? Nee, precies. Maar hier leer je bijvoorbeeld veel meer met monologen werken, met emotie, echte diepe ziel, zeg maar... Ja. Verdrietige emotie. Je blijft altijd en echt altijd leren van elkaar. De docenten leren van ons, wij leren van docenten. En zo ben je continu dingen aan het doorgeven. En blijf je een uitdaging opzoeken. En dat maakt het vak interessant. Ik ben niet zo iemand die meteen denkt van... Ik kan dit wel even. Ik pak meteen een hoofdrol. Ik denk dat ik het fijner vind om gewoon eerst even rustig af te wachten. En van mijn collega's te zien hoe het... anders kan. Wat is je eerstvolgende workshop of les? We hebben auditie, dus ik ben heel benieuwd wat dat nou inhoudt. Dat is echt leuk. Wat is het dan? Nou, als je audit, dan waren Jeffrey en Jeffrey die vertelt hoe zijn auditie was en wat hij allemaal mee heeft gemaakt en hoe de audities gaan en dat die zangaudities en zo. Leuk. Heel dus leuk. Dus we gaan heel een leuk. Soort auditietraining hebben we. Ja, auditietraining. Wow, leuk, sorry. Je moet je altijd voorstellen aan de pianist, sowieso. Maar aan de tafel, ik zou niet iedereen, snap je, een hand geven of iets. Daar hebben die mensen helemaal geen tijd voor. Hallo, ik ben Tom. Ik ben 12 jaar en ik ga het refrein zingen uit Dom Alleen uit de musical Siske de Rat. Geigen. Had ik maar iemand om van te houden. Dan ben ik er heel snel vanaf. Ik ben die en die en die en ik ga zingen en bam. Maar neem de tijd, je hebt de tijd. Ga staan, haal adem en als jij er klaar voor bent, begin. Heb jij echt gedacht, oké, mijn voeten staan op de grond, ik sta stevig
Ik haal diep adem. Heb je dat allemaal gedaan? Nee. Nee, dus doe dat. Okay. Ja? Ik voel me zo verdomd. Ah.